In de Leeuwarderwijk Schieringen woont en werkt de beeldend kunstenaar Jan Hof. Jan is een laatbloeier. Gedurende zijn werkzame leven is het er niet van gekomen om zijn kunstzinnige talenten te ontwikkelen. Pas sinds een paar jaar is hij zich toe gaan leggen op het maken van non-figuratieve reliefs. Zijn ideeën geeft hij vorm in een abstract vlechtwerk van papier en blokjes. Door licht- en schaduwwerking lijken de geometrische patronen in zijn reliefs ieder moment van de dag te veranderen. Steeds hetzelfde en toch steeds anders. Dit is een werktekening van 2,5 jaar geleden. Ik heb nooit iets mee gedaan. En ik heb met ook wel weer zin om eens een keer met kleur te werken. En ik ga nu gewoon de definitieve kleuren ga ik nu aanpassen. Constructivisme, hoe kom je daarop? Ik heb een paar keer in 2013, toen kwam hier op een gegeven moment een kunstenaar, Karel Harkema. Die kon ik daar van het fitness. En die zag op een gegeven moment mijn eerste werk hangen met blokjes. En die zegt op een gegeven moment van, daar moet je mee doorgaan. Want de allereerste die heb ik in 2002 heb ik die gemaakt, toen mijn ouders overleden. Oké, hangt die ook tussen? Nee, die is al weg, is hij, jammer genoeg. Hoe lang werk je over één schilderij? Ja, één relief is het. Hè? Ja, het heeft te maken met het formaat. En wat voor bewerking moet ik met het blokje doen? Op een gegeven moment wil ik met diagonalen werken. Hè, als plakrand dergelijke dan. Maar gemiddeld werk ik bij, als ik dat grote formaat heb, daar zit ongeveer een 40 uur werk in. Valt me op zich nog wel mee. Ja, maar dan moet je wel echt aanpoten. En wat ik zeg dan in het begin. Het is een werkweek, zeg maar. Ja, zo is het. Ja. Nou, het valt op zich mee. Het lijkt mij dat je er veel langer over zou doen. Hoe kom je trouwens aan de kleur? Ja, de kleur, dat is op een gegeven moment, die ga ik uitzoeken. Op een gegeven moment, ik pak er wel een kleurenstaal bij. Of van een gamma of dergelijke. En dan denk ik ook, ik probeer die kleur te maken. Kijk niet alles helemaal recht. Oh ja, heb je dat expres? Dat heb ik met opzet gedaan om te zien dat het gaat dansen. Zo noemen ze dat. Maar als ik echt in een groot formaat bezig ga, want deze die ga ik een meter bij een meter maken, op dat formaat, en dan moet ik hem wel echt terecht gaan plakken, want anders gaat het helemaal de mist in. Je oude werk is expressionistisch te noemen. Hoe kom je dan tot dit werk? Toen de tijd heb ik hem echt in het Mondriaan op een gegeven moment sprak me toen de tijd iets aan. En in het begin heb ik ook en met blokjes heb ik op de manier wat van Mondriaan gewerkt. En later ben ik overgegaan op monochrone omdat het mij toch veel meer rust gaf dan met kleuren te werken. Mondriaan maakte geen reliefs, hè? Nee, maar het was toch op een gegeven moment, het was toch met de vlakverdelingen. Dat vond ik echt geweldig bij Mondriaan. Elke keer als ik met nieuw iets begin, dan wil ik hem zo snel mogelijk af hebben, omdat ik dan weer met een andere kan beginnen. Het idee erachter, is dat de beweging die erin zit? Ja, de schaduweffecten. En zien wat kan ik met het materiaal doen.
Het is elke keer is het weer een uitdaging wanneer je iets nieuws ontwikkelt om te zien hoe pakt het uit qua schaduwwerking. Dat is wel het cruciale. Dat is de hele insteek van het constructivisme bij mij. Doe je ook iets speciaals met belichting dan? Nee, ik doe niks speciaals met belichting niet. Het is ochtendlicht, avondlicht. Ja, en daarom dat dit werk ook zo mooi is, omdat het verandert elke minuut van de dag. Het is hoe je er ook voor komt te staan. Het is elke centimeter dat je opschuift. Je ziet het werkstuk, zie je continu veranderen. De toekomstplannen. Ja, toekomstplannen. Lekker doorgaan met dit soort werk en nieuwe ontwikkeling doormaken in het werk. En wat meer op de expositietour en dergelijke. Sorry, wat bedoel je met ontwikkelen? Ontwikkelen om zien nieuwe vorm te gaan ontwikkelen en die te gaan gebruiken. Of misschien nieuwe materialen, maar wel in blokvorm. Je blijft blokjes? Ik blijf blokjes maken. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment iets anders wil, kubusjes, wat zeg ik, driehoekjes. Nee, ik zeg ook, er is al zoveel op de markt en ik heb ook wel over die dingen naast zitten denken om kubusjes te maken, maar er zijn collega kunstenaars die dit al doen en dan gaan ze niet in het vaarwater zitten niet. Ja, maar jij doet het toch mee wat jij wilt en die collega's wat hun willen. Ja, nee, maar ik heb zoiets van... Altijd van, dan voel ik het soort jatwerk en daar ben ik fel op tegen. Exposeren. Ja, ik zeg, ik ga in juni ga ik eerst, daar is mij gevraagd aan dat ik in het MCL wil exposeren. Daar ga ik 2 maanden naartoe met 10 werken. En 17 juni tot en met 27 juni is er een kunstmanifestatie in Woudsend met 100 kunstenaars. In het oude gebouw van Woudsend Verzekeringen. Als mensen nu eerder je werk willen zien, hoe doen ze dat dan? Ja, mensen die kunnen mijn website raadplegen. Daar staan mijn gegevens op, mijn telefoonnummer en dergelijke. En mensen kunnen contact met mij opnemen voor een huisbezoek. Ze zijn altijd welkom.